5 jaar. Ze staan al tegen de startplank. Ik ga ze even snel aan u voorstellen, want dat is natuurlijk wel prachtig voor deze man, hè. Voor de Losprinters, Julie Klein Scholten. Voor de Rapid Wheels, laat je horen, voor Lieke van der A. De Losprinters, Maud Baan. Voor FC Zedevaart, Fenno Schipper. Voor Unitas Assen, Stella Jongsma. Voor FCC Nieuwland, Jonge Kraus. Voor FCC De Vaart, Mees Brakke. En last but not least voor Geldermalsen, Dilano van Doesburg. Succes. Zijn we onderweg hoor, met deze jonge mannen. En dan komt dus een hele grote bult. Oh, dan gaat het mis daar. Het gaat mis met twee rijders. Eentje van FCC De Vaart. En volgens mij een rijder van de... Even kijken, Unitas Assen. Ja, Sarah Jongsma volgens mij ging daar onderuit. Voor iets vervelend. Dat betekent dat Jonge Kraus nu aan de leiding gaat. Jonge Kraus, gevolgd door Dilana van Doesburg. Van Doesburg op die tweede plaats. Ze zijn aan elkaar gewaagd. We zitten heel dicht bij elkaar. En daarachter op de derde plaats is de 299. Mees Brakke van FCC De Vaart. Gelukkig, die andere man van De Vaart zit weer op de fiets. Dat is dan Fenno Schipper. En ook de man uit Assen staat weer op de been. En krijgt gelukkig een applaus voor u, dames en heren. Hartelijk dank namens de mannen. Dat is Jonge Kraus voor de kant van Doesburg. Van Doesburg aan de buitenkant. Jonge Kraus aan de binnenkant. Van Doesburg aan de buitenkant. Wie gaat hier de leidingspositie overnemen? Van Doesburg gaat het buitenom proberen. Jonge Kraus aan de binnenkant. Van Doesburg helemaal buitenom. Moet heel veel meer meters maken. Maar komt er met meer snelheid uit? Van Doesburg is voorbij. Ja, Dilano van Doesburg neemt er de eerste plaats over. Jonge Kraus. Hij pakt de winst en is de kampioen in de categorie jongens, meisjes 4 en 5 jaar. Yeah.